Antwerpen staat bekend voor meerdere dingen, waaronder diamantenhandel. Dus vandaag gaan wij handelen in diamantenhondjes. Boss, crack quiet. Oh fuck. Ja, oké, we gaan de harde middelen moeten gebruiken, I guess. Ja, die Sovjets, they don't take me too kindly, man. Ja, we spuiten een beetje deo op onszelf. En dan gaan we uiteindelijk toch dood. Nice! Nog een kleine basis waar we gewoon random voorbij kunnen paraderen. Oh, dat waren veel meldingen, man. Bas, you okay? Nee, ik ben niet oké. Ik ben net beschoten door een master sniper. Got her. Oh, yeah. Oeh, lekker. Maar echt waar, de developers, wat dachten zij? Ook gewoon, waarom deze close-up? Ik snap er niks van. GSK. Wow, zij pakt de minigun. Wel, dat is een wijf met ballen aan haar lijf. Yeah. Hij wil gewoon indruk maken, man. Put her in the cell. Take her away. Even haar nog aanraken, nu dat hij nog kan. We set up a cell for her on the medical platform. Oh my god, ja, let's go. Dit game is gewoon beter dan GTA, man. Hello, Quiet. Oh. Oh, what the fuck? Dat was wel even direct. Jullie willen een RPG-kogel, hè? Yeah, boy! Let's go! Dit is gewoon next level joyride. Ah, perfect. Een zandstorm. Hou er gewoon doorrijden. YOLO! Oké, GG, jongens. You just ruined my car, man! Naar beneden, jij. Oké, we gaan hem zo laten liggen en we gaan een C4'tje op hem planten, ja. Als hij durft op te staan. Fucking hell. Ja, misschien was het hier niet zo slim om Rambo te gaan. Deze keer gaan we een andere tactiek toepassen. Oké, eindsprintje, eindsprintje. Oké, rennen. Rennen, 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 rennen. Dit is mijn beste hiding spot tot nu toe, gewoon op het dak. Oké, iedereen is neer. Dr. Emmerich. Snake? Ride on schedule. Ja, ride on schedule. Ik ben nog totaal niet thuis, kid, doe het aan. Let's go! Dat is hoe je miljoenen euro's aan militaire equipment destroyt. Ineens komt er een alien uit de lucht. Jesus Christ, dat is wel een beetje wild, hè? Vind je niet? Als ik bij die helikopter ga staan, dan dept hij met zijn twee handen. Oké, we moeten nu blijkbaar van een NGO een oliebasis gaan doen ontploffen. Is dat niet in strijd met het internationaal recht? Een NGO mag toch niet aanzetten tot geweld? Oh ja, we zijn in Afrika. Afrika. Ziet er hier wel mooi uit. Ik zou zeggen, we kunnen de grote middelen inzetten, maar ik moet deze mensen een kans geven, snap je? Weet je wat, laat maar! Goodbye. Oh, hazels. Die heeft mij gewoon van de fucking baan geduwd, man. Afrikaans is een fantastische taal, man.